One FM, your number one hip hop and R&B station. Straight from the south, straight up to your speakers. One, yeah. One FM. The Illest Rapper from the Lake. The Illest. Noor Faiz. Hier bij 1FM. De Illest Rapper van de Week. In de Pass the Mic. Estafette. Noor Faiz. Yo man, dope dat je er bent. Dope dat jullie me wouden hebben, Jeff. Je weet toch, Noor Faiz, ben je klaar om die mic te gaan racken? Sowieso. Hij is er klaar voor. Noor Faiz is hier te gast bij 1FM. Omdat hij de illest rapper is van deze week. En de beste mic, estafette. En dan hoor ik je thuis denken. Wat houdt beste mic nu eigenlijk in? Nou, het zit als volgt. Beste Mike is dé plek om jezelf te bewijzen en te bekronen tot de illest rapper van Nederland. De illest rapper mag zichzelf uitleven op de mic met 4x16 bars en tevens zelf bepalen aan wie hij de mic doorpaast. En diegene zal vervolgens worden benaderd door 1FM en komt live in de uitzending waar hij mag zeggen of hij de challenge aanneemt of niet. Zo niet wordt hij automatisch bekroond tot de wackste rapper van Nederland en zal de artiest te horen zijn in de wackste track van de week. Gaat de aangewezen artiest wel akkoord en neemt hij of zij de estafette wel aan, dan zal deze de volgende illest rapper zijn in de beste mic estafette hier bij 1FM. En denk jij nu al te weten aan wie Noor Faiz de mic gaat doorpassen? Geef het aan ons door via 1fm@rtvroemond.nl of via de website van rtvroemond.nl. Zometeen hoor je dus Noor Faiz in beste mic, maar nu eerst naar wat updates in en rondom de hip-hop scene. Dus laten we het uit gaan checken. Rapper Common, bekend van het nummer Go en onder andere tracks met Pharrell Williams, is gaan acteren. Hij speelt in een nieuwe serie genaamd Hell on Wheels, waarin hij de personage van Cowboy speelt. Het is hier helaas nog niet te zien in Nederland, dus we zullen nog even moeten wachten. Verder op filmgebied is er een film over Tupac in de maak. En dit keer geen documentaire, maar echt een film. Zoals ook over zijn destijds goede vriend en tegelijkertijd zijn rivaal in de rapgame, The Notorious B.I.G. met Notorious. De film zal worden geregisseerd door John Singleton, destijds jeugdvriend van Tupac. En tevens de regisseur van Poetic Justice, waarin Tupac samen met Janet Jackson een ghetto love story vertaalt. En waar hij tevens zijn debuut maakt op het Witte Doek. En dan heb ik nog nieuws van Roemondse Bodem. De geboorte van Kim Lee, het legendarisch hip-hop icon uit Roermond. Je hoorde hem zojuist ook langskomen in de One Mix met zijn track getiteld Een Andere Jongen. Hij heeft zijn meeste werk gereleased, de geboorte van Kim Lee, dat nu te krijgen is en dat zeker, zeker de moeite waard is. Dus go get it. Genoeg info rondom de hip-hop scene, nu terug naar de illest rapper in de beste mic, estafette. Noor Faiz, what up my man, hoe gaat het met je man? Het gaat goed, gelukkig. Mooi, mooi. Goed om te horen. Ik heb nog een mooie reportage / videoclip van je gezien op het internet. Vertel er eens meer over, man. Het was eigenlijk voor school bedoeld. Het was meer een schoolopdracht. We kregen een opdracht van school. Je moest 5 kenmerken van de stad of dorp uitbeelden op een beat. En toen dacht ik bij mezelf, waarom maak ik daar gewoon geen nummer van, aangezien ik toch al muziek maak. En van de een kwam de ander en zo kwam het ook op internet. Ja, ik vind het sowieso echt dope. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien, ga het zeker checken. Onder welke naam kunnen ze het vinden? School Project. En dan streepje My Town is the Bomb. My Town is the Bomb van Noor Faiz. Ga het zeker checken. Je hoort hem zometeen. Weet je al aan wie je de mic gaat doorpassen? Ik hou het nog even geheim. Nou, hij houdt ons hier goed warm in de studio. Buiten is het flink aan het vriezen. We gaan verder. Zometeen komen we terug bij Noor Faiz. En dan gaan we luisteren naar hem in de illest rapper van de week. Hier bij 1FM. Pass the mic, estafette. Hier is Noor Faiz. Yo, Noor Faiz. Jeffrey, bedankt voor die shit.
Yo, nobody can tell me how to live this life, man. Nah, nah. Listen. Yeah. Yeah. Nobody can tell me how to live this life, I laugh. With everything that happens, I'm glad and positive, a true optimist, but the opposite of what I just said or claim to be, I'm sad. I constantly adapt, but it's breaking me like ash that crumbles into pieces with a burning match. Hold underneath, I'm tickled easily like feds. I seek to see revenge. My own problems seem to be forgotten, and the people see the spit in my eyes when they stare. But that is only one single line of the book. You don't know shit about me. It's like you're turning blind when you look into my eyes. It's when you try to read my mind, but you won't be able to know the kind of the destruction I would have done if I didn't have the patience. I will stand my ground and take all those attacks I'm facing, but deal with the axis later when push comes to shove and the time is right. I will just do what I must. Yo, listen, listen. Yo, 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 yo. I'm living a fast life. I cannot even remember the simplest thing I was doing the past night. I think that I had like a couple of shots, a couple of spliffits in front of the cops, a couple of women that liked me a lot. But I wasn't ready on taking a shot at a babe that was making a living off taking a cock. Let me just tell you the way that I think, dude. Let me explain you the pain that I've been through. Only one girl really made me just think through. Only she knew how to make me suspenseful. I think that it would be better if I could forget it, but I cannot let it just go. I can no longer pretend that I'm feeling real happy, girl. So I'm letting you know that whenever I think of a second with you, I get so confused. Why did I ever refuse to talk when you wanted me to? Now I'm constantly blue, but that is something you already knew. I will probably do whatever it takes to remember your face. Let me cut to the chase, I'm in love with your ways. And it doesn't surprise me when someone's amazed, cause the way you behave is positive. It is the opposite of how ladies today present themselves, like they're aimless or basic and end up away in a basement someplace. Yo, yo. Now I'm sitting and wondering, thinking and mumbling. Women are stubborn and stubborn as shit. The most of them getting the fucking hopping and jumping after they were just sucking your dick. I like it, but yo, girl, you don't have the slightest clue. If I stood in front of the whole world, you came out to be a slut and a bitch. Hungry as shit for the money and crib. Yo, the illest vice. Oh, the illest. Oh, the illest. Okay. Je luistert naar RTV Roermond en je bent ingetuned op 107.4. Dit is 1FM. En je luistert naar Pastor Mike Estafette. Met Noor Vijs deze week, onze illest rapper van de week. Noor Vijs, je bent een Mike echt aan het rekken hier, ho. Ik bedoel, die gast is die shit aan het slopen hier. What up, man? Even voor de luisteraar. Thuis, at home, in zijn osso. In the hood. Vertel eens iets over je roots. Ik ben afkomstig uit Bosnië. Toen ik 4, 5 jaar oud was, zijn mijn ouders hierheen gekomen voor een betere toekomst voor mij, mijn twee zussen en mijn broer. Sindsdien, ik ga naar school, alles gaat zijn gangetje. Ik ben bezig met muziek. Dat is eigenlijk het enige wat ik echt, waar ik echt van hou. En ja, dat klopt, man. Voor de luisteraar thuis. Ik ken Noor Vijs al menig tijd en ik moet zeggen, deze man is echt een underground, old school hip hop. En ik moet zeggen, deze man die komt met lyrics, die vliegen om je oren. Ik zou zeggen, hou zijn shit zeker in de gaten. Daar ben ik eigenlijk ook naar benieuwd. Kunnen we nog iets van je verwachten, man? Komt er nog iets nieuws in de maak? Of? Ik ben nu een tijdje al aan het nadenken om aan een album te beginnen, wat ik eigenlijk nooit heb gedaan. Een aantal jaren geleden was ik begonnen aan een EP'tje, maar ja, jammer genoeg crashte mijn computer en was ik alles verloren. Dus ja, de dingen die ik niet kon onthouden, die had ik ook dan niet meer, zeg maar. Maar dit is een nieuwe kans, nieuwe tijd. Ik ben ouder, ik heb meegeleerd, dus wie weet. Wijze woorden, man. Ik vind het echt dope. Bedankt voor het langskomen. Wacht even, man. Ik vergeet iets. Voordat ik afscheid van je ga nemen, aan wie pas jij nu de mic door? Nou, even denken, man. Er is altijd wel een bepaalde MC. Er is altijd wel een bepaalde rapper en gedachte die je hebt wanneer iemand je zo'n vraag stelt. En op het moment heb ik ook iemand in gedachten en die zit naast mij. Snap je wat ik bedoel? Ja, die vind ik echt tricky, jongen. Dus je wilt mij uitnodigen voor de volgende Pastor Mike contest. Dus jij nodigt mij uit, dus ik nodig jou uit. Op je eigen uitnodiging. Nou, volgende week. Ik zal zeker aanwezig zijn, want de wackste rapper wil ik sowieso niet zijn. Dus laten we daarvoor gaan.
Wees de volgende keer erbij. Nogmaals bedankt voor je voor het komen, No Vice. Zeker. Geen probleem. Jij bedankt. Ja man, en succes met al je werken man. Het zal goed komen jongen, dankjewel. Yeah, je luistert nog steeds naar 107.4. Dit is 1FM met je dopeste hip-hop en R&B. Ik ben MC Raukos, je host. En dit is 1FM. Yo, number one hip-hop and R&B station. Straight from the south. Straight up to your speakers. 1FM.